Alexander Stichting, de stichting achter dit museum, dit Ikonenmuseum, heeft eigenlijk twee doelen, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant wil het de iconenkunst, de orthodox-christelijke kunst, verspreiden, kennis daarover verspreiden bij bezoekers. De liefde overbrengen voor deze fantastische kunstvorm. Maar aan de andere kant wil de Alexander Stichting ook een onderdak bieden voor mensen die hun leven lang verzameld hebben. Zoals meneer en mevrouw Jekko. Bronze-Ikonen sind deshalb besonders interessant, aus meiner Sicht, weil sie die Tradition Russlands, die kirchliche, die sakrale Tradition Russlands, in einer unverfälschten Weise wiedergeben. Wenn ich schon Ikonen sammle, dann möchte ich möglichst weit in die russische Geschichte zurückgehen, weil die russische Geschichte auch eine Geschichte einer ungeheuer tiefen Spiritualität war. Das ist eigentlich einer der Gründe, einer der wichtigsten Gründe, diese Metallikonen zu sammeln. Aber es gibt noch andere Erklärungen. Die ungeheure Kunstfertigkeit, mit der diese Sakralgegenstände hergestellt wurden, die man ja auch nachvollziehen kann, wenn man sich eine Ikone mal etwas genauer ansieht, wenn man sie unter der Lupe betrachtet. Ikonen sind Abbilder eines Urbildes, das entweder mal real existiert hat, zum Beispiel in Gestalt der Heiligen, oder aber auch, das nur in einer transzendentalen Form existiert, also beispielsweise die göttliche Dreifaltigkeit. Und diese tiefe Frömmigkeit, diese tiefe Spiritualität russischer Gläubiger hat mich schon von Jugend auf beeindruckt. Het bijzondere van deze collectie is dat het op een zeer systematische manier is opgebouwd. Je hebt een icoon van de moeder gods, je hebt veel iconen van de moeder gods, bijvoorbeeld de moeder gods van het type Hodegetria van Smolensk. Daar zijn bronzen iconen van gemaakt, maar die bronzen iconen zijn er in verschillende formaten, in verschillende typen. En elk type is eigenlijk terug te voeren op een bepaalde afsplitsing, denominatie van die oudgelovige gemeenschap. En voor Jekko was het heel belangrijk om erachter te komen waarom zijn die verschillen dan gemaakt. En die ging eigenlijk elke keer als hij een bronzen stukje in handen kreeg, kijken, is dat nou op enig punt verschillend van het bronzen stuk wat ik had? En als het verschillend was en het verschil was betekenisvol, dan was dat een toevoeging aan zijn collectie. En zo heeft hij tientallen iconen alleen al van de moedergods Hodegetria van Smolensk. Dus de volledigheid van de verzameling, het totale overzicht en om dat ook in het historisch perspectief van deze oudgelovige gemeenschap te kunnen plaatsen, dat is ongekend en buiten Rusland, en ik durf zelfs te zeggen binnen Rusland, bestaat dat gewoon niet. Dit is wereldwijd de collectie. Er zijn stukken uit de Byzantijnse periode, dan hebben we het over de eerste 8 eeuwen van onze jaartelling. Dan heeft hij stukken uit het Kievse Rijk, de Kievse Rus. Dan hebben we het over stukken uit de 10e tot de 12e eeuw. Hij heeft stukken uit de periode van de opbloei van het grootvorstendom van Moskou. Dan hebben we het over stukken in de 14e tot 16e eeuw. En dan heeft hij stukken uit de 18e eeuw, de 19e eeuw. En dan heeft hij ook nog verzameld de stukken die in de periode na de val van de Sovjet-Unie nieuw zijn gemaakt in Moskou. Dat vond hij ook interessant, als het zeker ook als het nieuwe iconografieën waren. Die heeft hij ook verzameld. Dus noem een jaartal op, noem een eeuw op. En er zijn stukken uit die periode, dat is ook ongekend. Dus ben je geïnteresseerd in heel fijne emaillering, dan heeft hij stukken die niet met 3 kleuren emaille versierd zijn, die met 4, 5, 6 tot wel 8 verschillende kleuren emaille versierd zijn. Ben je geïnteresseerd in de kwaliteit van de afbeeldingen rondom een centraal thema? Nou, dan is het nog zo scherp, dus zonder slijtage. Dus de kwaliteit van de stukken, fenomenaal. Die Ausstellung trägt ja den Titel Rechoten, Reichsgenoten. Dies ist ein Beispiel für eine typische Reiseikone. Es handelt sich um ein Triptychon, also um ein dreiteiliges Bild, das man zusammenlegen kann, um es zu verkleinern und damit im Kleinformat in das Reisegepäck hineinlegen kann. Hier übrigens die Schauseite des geschlossenen Triptychons, auch eine sehr bemerkenswerte Darstellung des Golgotha-Symbols, also des Kreuzes Christi, mit Schwamm- und Isopstecken und einer schönen Emaille-Ausschmückung. Gut, also man sieht jetzt diese 3 Festtage, das Entschlafen der Gottesmutter, jenen Festtag, den die Kirche des Abendlandes am 15. August feiert, dann die Osterikone der Ostkirche und die Ikone der Taufe Jesu Christi. Diese 3 Bildnisse kann man übereinander klappen, sodass das Volumen dieser Ikone sich auf 1/3 reduziert und man kann nun leicht und mühelos diese Ikone zum Beispiel in die Taschen der Kleidung stecken. Nou, waarom horen deze stukken in Kampen? Deze collectie is zo bijzonder, zo compleet. Daar kan het museum in Kampen de komende tientallen jaren elke keer uit putten, elke keer bij elke tentoonstelling toch ook weer bronzen stukken uit die collectie Jekker laten zien. Als er ooit een tentoonstelling over een bepaalde heilige is, dan weten we gewoon, er zijn stukken van die heilige in de collectie Jekker. Willen we een tentoonstelling maken over een bepaalde periode, of een bepaalde streek, of een bepaalde school, dan weten we, er zijn ook bronzen iconen. Het is compleet en we kunnen hier nog wel 10 verschillende tentoonstellingen bij bedenken en misschien nog wel meer. Wir haben mit Freude festgestellt, dass es ein hervorragend organisiertes, ein gut geführtes, ein mit ehrenamtlichen Mitarbeitern gut besetztes Museum ist. Das hat uns am meisten beeindruckt, aber natürlich auch diese prachtvolle Kulisse in Gestalt dieser alten Klosterräume hat uns sehr beeindruckt und so sind wir zu dem Ergebnis gekommen, wir könnten diesem Gedanken näher treten, die Sammlung nach Kampen zu geben. Ja, de familie Jekkel heeft een aanbod gedaan aan het Ikonenmuseum Kampen en heeft de iconen te koop aangeboden aan het Ikonenmuseum Kampen. Ja, nou, dan denk je misschien dat die willen daar een goed bedrag voor hebben. We hebben hier te maken met een collectie van 1700 objecten, allemaal topkwaliteit. En als je de marktwaarde van die iconen, van die collectie zou bekijken, en zeker ook nog in ogenschouw nemend hoeveel daarover gepubliceerd is, dan is dat een onbetaalbare collectie. En dat weten meneer en mevrouw Jekkel ook. Maar ze hebben deze collectie aangeboden aan het Ikonenmuseum voor een symbolisch bedrag. Eigenlijk gaat het hier om een bedrag wat niet in verhouding staat tot de reële waarde. Maar toch, het gaat om een aanzienlijk bedrag. Het gaat om €200.000. En dat is natuurlijk voor het museum niet op te hoesten. We zijn bezig met acties richting de grotere cultuurfondsen. We zijn bezig met wat dan heet crowdfunding. We zijn bezig met allerlei andere initiatieven en heel veel mensen dragen dit een warm hart toe. Maar we weten ook hoe het culturele landschap op dit moment in Nederland is. We weten hoe het gaat met de economie. We weten hoe het gaat met de subsidies. En iedereen kijkt het eerst naar een ander. Als er geld gegeven moet worden, kijkt iedereen het eerst naar een ander. De vrienden van het Ikonenmuseum, die zijn een actie begonnen. En aan die actie kan iedereen meedoen voor een klein bedrag. Voor ieder bedrag kun je een machtiging afgeven of een eenmalige machtiging voor een bepaald bedrag. Dat kan €10 zijn, dat kan €50 zijn. Maar we hebben steun nodig en ieder bedrag helpt gewoon. In dit opzicht wil ik echt een beroep doen op iedere aanwezige in het museum, iedere bezoeker die niet anders dan onder de indruk kan zijn van ja, dit kleine deel van de collectie wat we nu kunnen laten zien. Geef alsjeblieft. En misschien een heel banale reden waarom het nou echt in Kampen thuis hoort. Ach, en Kampen staat ook een beetje bekend vanwege de, nou ja, religieuze haarkloverij uit het verleden. Voor een buitenstaander soms helemaal niet te begrijpen waarom maken mensen nou ruzie over religieuze details. Maar voor de mensen die daar een geschil over hadden, ruzie is misschien niet het juiste woord. Voor de mensen die daar een geschil over hadden, waren die verschillen in religieuze opvatting, die kleine verschillen, wel heel betekenisvol. En het aardige is van die bronzen iconen dat er kleine verschillen zijn in de iconografie die voor de gelovigen een wereld van verschil betekenen. We hebben kruisen uit de collectie Jekkel met een verschillend opschrift boven het kruis van Christus. En oudgelovigen uit de ene groep, uit de ene kerk om het maar zo te zeggen, die zouden echt niet bidden bij het kruis wat de andere groep had gemaakt. En dat is heel interessant. Dat laat ook zien dat religieuze haarkloverij voor de buitenstaander niet iets is wat typisch voor Nederland is, of misschien wel typisch voor Kampen, maar dat dat ook in het grote Rusland aan de orde van de dag is geweest in de 18e en de 19e eeuw. En ja, dat is eigenlijk een wat flauwe reden om het zo te zeggen, maar eigenlijk wel een heel grappige en een heel menselijke reden. Je zegt ja, als je dan toch die bronzen iconen uit al die verschillende oudgelovige groepen hebt, ja, dan zou dat toch wel heel goed zijn om dat in Kampen te laten zien. Es ist so wie mit den Geistern in Goethes Zauberlehrling. Wenn die einmal gerufen sind, dann wird man sie nicht mehr los.